is het resultaat, mensen. Prachtig als ze hebben gezien. Oké, I see you. Guys, ik neem jullie even snel naar mijn vriendin. Hey guys. We gaan even snel naar mijn vriendin, guys. We zijn nu in de weg bij mij. Ze heeft zo net op de status geplaatst waar ze rambutan aan het plukken is. En ze heeft een rambutan boom thuis. En ik hoop aan rambutan. Dus ik zei er, maar ik kom maar halen. En ze zei ja, Kelsey maakt nooit meer zo'n fout. Want ik ben daar, hè. Ik kom. We gaan even snel naar Kelsey, guys. En we gaan lekker de rambutan boom. En, hebben we een zak gebracht? Hebben we geen zak gebracht? Oh ja, we zetten ze gewoon in die auto. Zie je, Joanne heeft altijd de optie. Let's go! Het is niet gewoon, het is gele rambutan. Mensen, we rijden in Kelsey de straat. En we zien gewoon rambutan hier op iemands erf. Bijna willen we gaan halen. Want ik zag bij Kelsey dat ze rode heeft. Maar gele is toch ook leuk? Wijs ze even, Joey. Vraag ze of ze hebben gezien. Guys. Kel, we're coming. Ik denk niet dat ze weet dat ik kom, boy. Ik heb er wel gemeld. Dus als ze me ziet, moet ze niet schrikken. Ik ben al bij Kelsey beland en ik ga lekker mijn rambutan halen. Dag Taan, hoe gaat het met u? Ze gaan schuilen daar achter een boom. En dat is haar oma. Woei! Je dacht dat ik niet zou komen, hè? Ja, mooi. Oh. Ik ben er, guys. We gaan gelijk aanvallen. Kel, ga je hi zeggen? Doe maar kijken. Hi! Je moet niet alleen hi zeggen. Wait. Nu aan het lopen naar achteren. Want Kelsey heeft de hele kost gerond hier, hè? En de nichtje geeft onze rondleiding. Hi, Riley! Zo cute is ze. En ik ben met mijn gang members. Kijk zo hoor. En hoe gaan ze bang om in die video te komen? Guys, we zijn nu hier en het is 6:50. Dus... Wat is groot zo? Oh, vlieger! Jullie gaan het niet goed zien, boy. Het is een beetje donker. Zien ze het goed? Boy, het is een hele biggie boom. Oké, I see you. By the way, ik heb ook bakhoeven gekregen van der oma, no? What age? Rambutan. Guys, Joey, Rowie en ik gaan vandaag cinnamon rolls maken. En ik heb al ruimte gemaakt op tafel. We gaan dit gedeelte gebruiken. Dus ja. We gaan beginnen. Wanneer gaan we beginnen? Bellen. We gaan het opwarmen, guys. Hierin. Zo. We moeten een streepje daar zetten. Eén. Gaan we beginnen gaan zien hoeveel. Dat hier, mensen. Ja. We gaan dit even opwarmen hoor. Hoeveel graden Celsius? Tot 360 graden Celsius. En je hebt dat gezegd toch? 360 graden mensen. Even opwarmen, want je moet warme melk gebruiken. Ja, geen hete melk. Geen hete melk. Dus ik moet niet gaan borrelen. Hier is wat moet ik zetten? Een halve kan. Oké, een halve van wat we zo net hebben gezet. We hebben tot hier gezet zo net, dus we gaan tot hier ongeveer zetten, toch? Ja.
boter. En dat moet ook opgelost. Juist. Ik ga het doen zo met jou. Dit is al warm, guys. Dus we gaan het hierin zetten. We gaan het hierin zetten. We gaan nu onze boter doen. Dan hierin. Dat gaan we nu even smelten. We gaan dat nu erbij doen. Je hebt nu je maakglas of je kannetje even wassen, want er is boter en dingen eraan. Want we gaan nu bezig zijn met blond, dus het moet droog zijn. Ja, maar je moet rustig doen, staat dus. We gaan nu een halve cup zoetje zetten. Guys, we gaan nu een pakje gist zetten van 10 graden. Je moet het 1 minuut laten, guys. En daarna... Als je dat hebt gedaan, ga je het zo even laten voor een uur. Ik heb het dicht gemaakt met wrap, je kan het ook doen met een doek. Ja, we gaan door. Dit is het geworden. Joey zegt, we moeten 1 theelepel bakpoeder zetten. Omdat je dat niet doet. Ik heb hier een theelepel al zodanig. Dus we gaan 1 theelepel gebruiken, maar we gaan gewoon minder zetten. Step 2, dus je haalt het neer uit en je zet bakpoeder erover een theelepel en dan een 2 theelepel zo. Ik heb zo'n lepel hier, als het een theelepel is, dus klein te groot. Dat is goed, zo is het 2 schepjes hiervan. Een 3 kwart kopje blond gaan we nu zetten. Wacht, dan moet ik jullie wijzen. Ready, steady, go! Dit is het resultaat, mensen. Damien is bezig, alleen je man. Dat is de fellow of weet ik veel. Ik wil niet dat hij weet dat ik veel doe, want anders gaat hij een beetje shy doen. Dus ik ga even vast die kop voor jullie filmen. Oké. Guys, ik had die video niet afgesloten. En ja, ik ga het alsnog doen. Ik heb
een tijdje geen video opgelopen omdat ik het een beetje druk had. Maar ik heb wel gefilmd voor jullie. Ik moet alleen nog editen. By the way, ik ben op mijn carry, maar dat gaan jullie in mijn volgende vlog zien. Ik wil deze vlog even snel afronden zodat ik het kan uploaden. Maar mijn carry vlog komt binnenkort, dus stay tuned. En ik moet ook een speciale shout-out doen naar Nicole Carafoodi. Sorry dat ik het nu pas doe, lieve schat, maar alsnog gefeliciteerd. Je was 27 augustus jarig. Ja, en ik moest eigenlijk daarvoor jou feliciteren, maar ik heb geen video opgelopen. Dus ik ben er niet aan toegekomen. Vandaar dat ik jou een speciale shout-out geef in deze video. Dus ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video, guys. Bedankt voor het kijken. Like, comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Doei!